Hoi, Tom de Wal hier van Frontrunners. En je kijkt naar een serie met onderwijs over demonie en bevrijding van Jan-Sjoerd Pasterkamp. En Jan-Sjoerd was mijn geestelijke vader, heeft veel voor mij betekend. Zijn onderwijs heeft heel veel voor mij betekend. En ik ben ook goed bevriend met zijn zoon Daniel. En nadat Jan-Sjoerd was overleden, was Daniel bezig om allerlei spullen van zijn vader op te ruimen en uit te zoeken. En hij kwam deze oude DVD, eigenlijk videoserie, het is nog met een oude videorecorder opgenomen, kwam die tegen. En het is onderwijs wat in die tijd heel erg vernieuwend was in Nederland. Er werd destijds nog amper onderwijs over gegeven, dat was heel onbekend. Maar het is ook onderwijs wat Jan-Sjoerd destijds heeft gegeven, wat heel erg bekritiseerd is. En waar sommige mensen het ook niet eens waren met sommige delen. En daarom is het eigenlijk op die tijd ook nooit verder daarna meer gepubliceerd of wat mee gedaan. Maar Daniel kwam deze DVD's, deze videoopnames moet ik zeggen, tegen. Hij heeft ze aan mij gegeven. En hij heeft gezegd, joh Tom, dit is onderwijs nog van mijn vader. Ik wil het graag aan jou geven. Maar je mag het voor mij publiceren. Je mag het openbaar maken. Je hebt mijn toestemming. Wees je er alleen bewust van dat er dingen tussen zaten in het onderwijs wat behoorlijk bekritiseerd is. Wat ook controversieel was, zeker voor die tijd. Nou, we hebben besloten om het gewoon allemaal openbaar te zetten, gewoon om je ermee te zegenen. En ik geloof dat hier gewoon normaal volwassenen mee kunnen omgaan. En sterker nog, dat het een hele grote zegen zal zijn voor iedereen die het luistert. En dat we zoveel kunnen leren van wat die generatie gepioneerd heeft, ontdekt heeft en wat ze ons willen leren. En met volwassen omgaan bedoel ik, natuurlijk veranderen bepaalde inzichten door de tijd heen. Maar zeker in de tijd dat je aan het pionieren bent en zeker als je dat in je eentje doet, maar met een paar anderen. Weet je, het kan zijn dat we nu anders tegen dingen aankijken. Maar laten we doen wat de Bijbel zegt. Beproef alle dingen, behoud het goede, we toetsen het aan het woord van God en dan komt het altijd goed. En ik heb een zeer groot respect voor Jan-Sjoerd, de bediening die hij heeft gehad. Hoe zijn bediening hele landen heeft veranderd. En wie die is geweest voor mijn leven, maar ook hoe die een geestelijk vader is voor velen. En ook voor veel grote bedieningen in Nederland. En daarom heb ik er ook gewoon alle vertrouwen in dat dit onderwijs goed ontvangen gaat worden. Dat het mensen zal helpen, zegenen om bevrijding te ontvangen of bevrijding uit te delen aan anderen. Deze achtergrond wilde ik je even meegeven over deze video's. Geniet van het kijken. Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal. En God zegen. We gaan bidden, lieve mensen. Fijn dat jullie er zijn. Studie nummer 4. Vader, we willen vragen dat u opnieuw plaatst vanavond die baldakijn van uw aanwezigheid rondom ons, onder ons, boven ons. Heer, dat die baldakijn, die feestelijke tent van beschutting en van bescherming, bedekt zal zijn door het bloed van de Heer Jezus. Bedekt met het vuur van de Heilige Geest. En Heer, dat opnieuw vanavond legerscharen van engelen zich geplaatst hebben rondom. Want uw woord verklaart dat de engel des Heren zich legert rondom wie hem vrezen. En Heer, wij vrezen u. Dank u voor uw belofte dat uw engelen zich scharen rondom ons. En ook deze ruimte waar we bij elkaar zijn. Dank u Heer dat wij vragen Heer dat die ruimte schoon gewassen wordt. Met het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus. Schoon gebrand met het vuur van uw geest. En Heer dat u deze ruimte vult. Met uw aanwezigheid. Elke demon, elke vervloeking, elke bezwering, betovering, aanklacht, kritiek. Heer, toverij in relaties. Heer, wordt nu verbannen naar de afgrond. Vernietigd met het vuur van de Heilige Geest. Dank u voor de aanwezigheid van uw Heilige Geest. Help mij, Heer, om vanavond verder te gaan in deze studie, deze training. En wilt u ons allemaal helpen om te horen, te leren. En verder te kijken dan het natuurlijke, maar te zien de dimensie van uw Heilige Geest. Dank u Heer voor dit samen zijn, voor al deze kostbare mensen die hier zijn. En ik wil u vragen Heer dat het directe en indirecte resultaat van deze avonden zal zijn. Misschien wel honderden, misschien wel veel meer mensen die bevrijd worden uit de duisternis. En komen in de werkelijkheid van uw Koninkrijk. In de naam van onze Heer Jezus. Amen. Amen. Ik wil vanavond beginnen met een tekst, dat werd ook al gebeden van tevoren. Efeze hoofdstuk 5. Efeze hoofdstuk 5, vers 11. En dan iets verder. 11 tot en met 13. Efeze, of Efeziërs, we zeggen altijd Efeze. De mensen van Efeziërs. Hoofdstuk 5, vanaf vers 11.
Dan schrijft Paulus dit: en neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmasker ze veel eer. En dat is precies wat we doen. Dit zou ook een natuurlijke uitleg kunnen hebben. Ontmasker de werken van de duisternis. Maar ik vraag me af of Paulus dit werkelijk in het natuurlijke bedoelt. Als ik moet gaan ontmaskeren wat hier allemaal in Rotterdam gebeurt, nou, dan heb ik een aardige job voor me. Ik ben geroepen om het werk van de duisternis te ontmaskeren. Ontmasker ze veel eer. Want het is zelfs schandelijk om te noemen wat heimelijk door hen wordt verricht. Maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag. Want al wat aan de dag komt is licht. Daar zijn we mee bezig, om de werken van de duisternis te ontmaskeren. Ik ga vanavond nog een paar fundamentele dingen noemen. Die te maken hebben ook met een stuk voorbereiding. En heel misschien, het laatste stukje kunnen we gaan beginnen aan de procedure. Zo niet, dan gaan we daar volgende week meteen mee beginnen. Als ik verder ga en in grote lijnen de gebedsprocedure doorneem. Nou, daar kunnen we even niets aan doen, laat maar rustig doorgaan. De gebedsprocedure doornemen. Dan komt de vraag wel eens, waar staat dat allemaal in de Bijbel? Heel veel dingen die vind je terug in de Bijbel. Er zijn ook een aantal dingen die je in een directe manier of op een directe manier niet in de Bijbel terugvindt. En ik zal toch een voorbeeld noemen. Maar als je doordenkt, staat het er wel. Satan, voorheen Lucifer, Satan is een engel die door God geschapen is. Hij kan veel, maar één ding kan hij niet: scheppen. Alleen God kan dat. Satan kan niet scheppen. Dus als Satan bezig is, Lucifer, nu Satan, wat doet hij? Hij imiteert. Hij kopieert, hij imiteert. En wat imiteert hij? Het echte. Als ik een briefje van 100 zou willen gaan vervalsen hier in Nederland, dan maken ze niet paars met groene streepjes en gele puntjes erop, want dat ziet iedereen. Je probeert het zo echt mogelijk te maken om mensen daardoor te misleiden. Heel eenvoudig voorbeeld. En dan zie je ook dat in de hele occulte, de hele satanische, de hele duistere wereld, de duivel imiteert. Ik zal het een voorbeeld noemen. Het werk van God in ons wordt heel vaak vergeleken in de Bijbel met juwelen. Kostbaar gesteente, goud dat gelouterd is, parels, wordt genoemd. Zelfs in het Nieuwe Jeruzalem worden juwelen genoemd. Kijk eens even naar de occulte wereld, wat die doen met juwelen. Maar geestelijk ook. Geestelijk, zoals het geloof beschreven wordt als goud dat gelouterd is, of het werk van God dat het zal zijn van kostbaar gesteente, zo kom je ook demonische aspecten tegen van juwelen. Je hoort ons dat af en toe bidden, als de Heer dat toont. Het was heel frappant, toen we in Zuid-Afrika waren, toen zijn Kobe en ik nog een dagje in een goudmijn geweest. Dat was op zich heel interessant, een oude goudmijn, ga je het ver onder de grond, en dan kijk je hoe ze dat vroeger deden. En aan die goudmijn verbonden zat een winkel met allerlei mineralen en edelgesteenten. Op zich wel interessant. En ik vond daar een boekje, heb ik ook gekocht. De betekenis van edelstenen. En dan zie je hoe in allerlei bijgeloven en tradities. En er werd verwezen naar de edelstenen die ze in lichamen plaatsen. En hoe de echte edelstenen die ze bij zich dragen, dat vertegenwoordigen. Maar dan zag je ook schema's hoe door de jaren heen en door de eeuw heen, in occulte rituelen bijvoorbeeld edelstenen geplaatst worden in de ruggenwervel om daar voortdurend storing te geven. En heel frappant, nou dat wist ik al lang, maar dan vind je opeens een boekje dat daar rustig verkocht wordt. Er stonden ook hele leuke dingen in, gewoon de betekenis van juwelen. Dan heb je even een voorbeeld. Het werk van God wordt in de Bijbel verteld en uitgebeeld door juwelen, kostbare gesteenten. Maar als je helemaal met bevrijding bezig gaat, ga je dat ook vinden. De wapenrusting Gods ga je tegenkomen in het vervalste. En dan zeggen mensen, ja, waar staat dat allemaal? Nou, op zich staat dat niet in de Bijbel, maar de duivel kopieert. De schoenen geschoeid met de bereidvaardigheid van de evangelie. Nou, je komt heel wat demonische schoenen tegen. De helm van het heil. Als je eenmaal leert kijken in de geest, wat mensen allemaal niet op hun hoofd hebben. En als je iets begrijpt van occulte en satanische rituelen, dan doen ze dat ook. Om het evangelie maar belachelijk te maken. En een van de redenen waarom ik denk wij vroeger niet zo effectief waren, we gingen de demonen wel te lijf, maar alle attributen die ze gedaan hadden en zo,
dat soort dingen niet. Maar ik zal nog meer voorbeelden kunnen geven, die komen ook wel ter sprake. Maar dan hou dan in gedachten als we over dat soort dingen praten, het werk van God en de duivel kopieert. Daar gaan we straks hele duidelijke voorbeelden van zien, dat dat zo zit. Juwelen vind ik een van de duidelijkste dingen daarin. Vorige week zijn we geëindigd met het praten over engelen. Daar zijn natuurlijk op zich uren over kunnen praten en ook uit de Bijbel laten zien. Ik vond het heel ontroerend om te zien dat toen de Heer Jezus stierf op het kruis en hij uitriep het is volbracht, wie hebben dat oordeel uitgevoerd aan de duivel en aan al zijn volgelingen, Openbaringen 12, dat waren de engelen. En dat zie je dus voortdurend. Voor de mensen die er niet waren, dan zul je dat op het bandje of op de video zien. Ik ga vanavond een begrip pakken dat genoemd wordt in Jesaja 4. Als je ons meemaakt in het bidden voor bevrijding, zul je ons dat vaak horen noemen. En ik heb het ook vanavond alweer genoemd, gewoon in een openingsgebed. Jesaja 4. Jesaja hoofdstuk 4. Dan zegt het in vers 4 dat de Heer het vuil der dochters van Sion zal hebben afgewassen en de bloedvlekken, de Statenvertaling meer terecht denk ik zegt de bloedschulden van Jeruzalem daaruit zal hebben weggespoeld door de geest van gericht en van uitdelging. De Statenvertaling vind ik iets mooier daar. Uitbranding. Dan komt het. Dan zal de Heere over het gehele gebied van de berg Sion en over de samenkomsten die daar gehouden worden, desdaags een wolk scheppen en desnachts een schijnsel van vlammend vuur. Want over al wat heerlijk is, zal een beschutting zijn. Dat woord beschutting, ik heb het in allerlei vertalingen opgezocht. In het Engels staat er, there shall be a canopy. En een canopy, vertaald in het Nederlands, is een baldakijn. De katholieke Willibrod-vertaling, die geeft het ook. Ja, op alles zal de heerlijkheid rusten als een baldakijn. De oude King James-Bijbel, die zegt, er zal een verdediging op rusten. De nieuwe King James, die zegt, there shall be a covering. Nou, er zijn allerlei woorden. En als je oude kathedralen bestudeert, en hoe dat is in de katholieke kerk weet ik niet, maar in de Anglicaanse kerk, de oude kathedralen, je kijkt naar de altaar, het altaar wat ze hebben in de kerk, zie je heel vaak boven dat altaar een grote baldakijn. Een soort feestelijke tent die nagebouwd is. Symbolisch van de heerlijkheid van God. Een begrip wat wij helemaal niet meer kennen. Maar wat daarin wel gekend werd. Ik was in St. Paul's in Londen. En prachtig. Ik heb me verbaasd over die grote pilaren. En die daar die bedekking. De baldakijn. Een heel bekend begrip. De feesttent. Toen Ken Thornburg dat voor het eerst uitlegde. Hoewel dat begrip mij niet onbekend was. Was er een tolk die knokte om daar een goed woord voor te vinden. En toen zei Ken iets in de trant van, het is een soort cockpit, heb ik gezien. Een soort cockpit, een soort bedekking. En toen riep iemand uit de zaal, een soort kaastolp. Nou, dat is een heel goed beeld. Nou, de kaastolp vonden we ook wel, het zal een kaastolp zijn. Dat vonden we ook niet bepaald een juiste opmerking. En toen werd daar het woord gelanceerd, de koepel. En dat is jarenlang blijven steken. Dat zul je ook horen. Ik was in de samenkomst met het woord, het is een goede beschrijving, een koepel, een beschutting zal daar zijn. En ik heb daar in de Bijbel, ben er eens over in de Bijbel ingedoken. Mensen, wat heb ik daar in de Bijbel veel over gevonden? Die beschutting van de Heer. Ik ga eens even een paar woorden noemen hoe dat beschreven wordt. Allerlei woorden. Een beschutting, een rots, een steenrots, een burcht, een schuilplaats, een hut, een tabernakel, een tempel, een schutse, een veste, een verberging, een schild, de vleugelen van de Heer, een tent, een hut, een toevlucht, een sterkte en een muur. Allemaal synoniemen voor hetzelfde begrip, met erg veel teksten. Wat betekent dat? Dat als we bij elkaar komen,
De Heer zegt, als je bij elkaar komt, plaats ik over dit bijeenkomen mijn beschutting, mijn tent. Het gaat door tot en met het boek Openbaring, waar het zegt, de Heer zelf zal een tent spannen over zijn volk. Een beschutting. Als je denkt aan de tabernakel van Mozes, waar niet het buitenste kleed, maar het kleed eronder, was een rood kleed. De bedekking van het bloed. De koepel, de beschutting. De baldakijn. En voordat we gaan bidden voor mensen, en dat doen we ook in een samenkomst, vragen we de Heer dat hij letterlijk plaatst die beschutting over ons, rondom ons, onder ons. Dat we werkelijk zijn binnen die beschutting van de Heer. Ik kan alleen maar persoonlijk getuigen dat het enorm veel verschil is gaan maken. Ook in samenkomsten. Enorm veel verschil. En de mensen die mij kennen, als ik bid voor een samenkomst, nou, dat is een beetje vaste prik. In een of andere variatie bid ik het altijd. De koepel, de tent, Heer, uw beschutting, uw vleugels. Bedekt met het bloed van de Heer Jezus. Bedekt met het vuur van de Heilige Geest. Hè, het beeld van Zacharia. De muur van vuur die om je heen zal zijn. En dus als we gaan bidden voor bevrijding, dan vragen we echt dat ons samen zijn allereerst geplaatst wordt onder die bescherming van de Heer. Dat betekent dat datgene wat daar buiten gebeurt, geen verbinding meer heeft met wat daaronder gebeurt. Het betekent, in een letterlijke zin ben ik gaan ontdekken, dat als we demonen uitdrijven, dat door allereerst te vragen en ook echt de Heer te vertrouwen dat die koepel geplaatst wordt, ik ga er straks nog even iets verder over in, dat daarmee alle verbindingen tussen demonen en hun superieuren daarbuiten doorbroken worden. Want demonen staan altijd onder opdracht. Die staan altijd onder gezag van hogere machten. En een van de redenen waarom soms zoveel strijd is, omdat die demonen niet los zijn van die hogere machten, en doordat we, wanneer mensen bidden voor bevrijding, ze nog steeds verbonden zijn met die hogere machten, maar door het echt de Heer te vertrouwen, ja, het is een beetje een terminologie, je kunt daarover vallen, maar het plaatsen van de koepel, zou je zeggen, kap je heel bewust de demonen los van hun superieuren. Ik heb door de jaren heen ontdekt dat demonen dat niet leuk vinden. Ze worden echt losgemaakt van de superieuren eronder. Dus je hebt in zekere zin, heb je niet meer direct te maken met de overheden, onder wie ze stonden, maar je hebt alleen te maken met die demonen. Want die zijn losgekapt. Soms bid ik dat ook heel bewust. Heer, elke verbinding tussen demonen en machten daarbuiten, die vraag ik dat die doorbroken worden. We bidden ook, dus vragen ook echt de Heer voor de bedekking van het bloed en de bedekking van het vuur van de Heilige Geest. En heel vaak gebruiken we de woorden erbij, maak het geluid dicht en gezicht dicht. De vijand eigenlijk niet weet wat er gebeurt. Heel bewust. En ik denk als je zelf gaat bidden, dat bid ik niet uit angst, ik bid het niet uit vrees, ik geloof gewoon dat het Bijbels is. Bang, daarvoor ben ik niet. Je zult ontdekken dat het een enorm verschil maakt. En dus als we gaan bidden voor bevrijding, gaan we helemaal niet meteen de demonen te lijf. We gaan eerst de bescherming van de Heer plaatsen. En ik heb het eigenlijk een beetje geleerd in Papua-Nieuw-Guinea, waar ik vaak voor de bevrijding bad. En ik heb demonen horen uitroepen, straks moeten we eruit en dan moeten we door al die engelen heen. Dat overleven we niet. Dan denk ik, ja, dat is jullie probleem, niet mijn probleem. Denk ik, ja, inderdaad, hè, dat daar een beschutting is, een bescherming. Daar rondomheen, en dat is Psalm 34, de engel des Heren, Psalm 34 vers 8, de engel des Heren legert zich rondom wie hem vrezen. Dan kom je ook op die prachtige tekst terecht, die Dirk Prins elke dag persoonlijk proclameert. Heb ik van hem gehoord. Jesaja 54 vers 17, elk wapen dat tegen u gesmeed wordt zal niets uitrichten. Wie doen dat? Engelen die zich scharen rondom het hele gebeuren. En eigenlijk wat je doet, ben ik gaan ontdekken, in bevrijding, dat je isoleert de demonen van hun totale machten en opdrachten en verbindingen daarbuiten. Je isoleert ze helemaal. En daardoor is het ook veel makkelijker om met ze af te rekenen. We vragen dus ook dat de engel van de Heer, en natuurlijk met zijn legerscharen, zich legert rondom wie hem vrezen. En dat gaan we straks ook volgende week ook in de gebedsprocedure zien. Dat we ook echt elke demon en elke aanwezigheid die zich onder die koepel, onder die baldakijn bevindt, dat die bij voorbaat al naar de afgrond gaat. Zodat je in een zuivere ruimte bent. Dan gaan we in de procedure, komen we daar op terug.
Dat is een begrip wat jullie ons heel vaak zullen horen gebruiken. En daar komt het vandaan. Nogmaals, er is een heel wat tekst over. Een tweede punt wat we dan doen, en in de procedure zetten we dat gewoon op een rijtje, maar of je het nou helemaal in die volgorde gebruikt, dat is natuurlijk geen wet. En ik moet zeggen, dat was nieuw voor mij. De Baldekijn was niet nieuw voor mij, maar dit was wel nieuw voor mij. Toen ik voor de eerste keer het meemaakte, hoorde ik kenbidden. En dat werd vertaald, dus een beetje moeilijke vertaling, de ruitvormige haag. Of de diamantvorm. De diamond shape, noemde hij. Maar ik wist meteen waar hij het over had. En ik heb iets meegenomen. Het komt uit Papua Nieuw-Guinea. Het is ook Papua Nieuw-Guinea taal die daar gebruikt wordt. Ik was drie jaar geleden in Papua Nieuw-Guinea. Er was een jeugdkamp en dit stond op de t-shirts. Dat betekent gedragen door zijn heerlijkheid. Natuurlijk een plaatje van de ark. Maar als je kijkt naar die ruimte, natuurlijk maar een inbeelding hoe dat geweest is. Maar als je kijkt naar die ruimte bovenop die ark en je kijkt een beetje naar die vorm. En naar de vorm van een diamant. Herken je daar iets van? Zie je die? Zie je die vorm? Het leuke is, in de kerkgeschiedenis, als je de iconen bestudeert, die oude schilderingen. Vroeger, heb ik ontdekt, andere mensen hebben erop geattendeerd, dat vond ik heel boeiend. In de oude iconen werd de tegenwoordigheid van God vaak geschilderd rondom mensen als een diamanten vorm. Dat was een, ik denk dat Hans dat weet, dat wist ik als Pinksterman niet. Maar in de orthodoxe tradities, in de katholieke tradities vind je dat wel. Werd de tegenwoordigheid van de Heer heel vaak voorgesteld op een schilderij als een soort diamanten vorm. Hier komt het vandaan. En dat is heel bijbels. En ik ga straks eens een tekst geven. David zegt, Heer, ik geloof dat het Psalm 61 is, dat ik het goed heb. Ja, Heer, dan zegt hij, want gij zijt mij een schuilplaats geweest, een sterke toren tegen de vijand. Laat mij in uw tent voor altoos vertoeven. Laat mij schuilen, geborgen onder uw vleugelen. Welke vleugelen bedoelt hij? Hier. Nou, dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Voor de troon van God, zegt het Nieuwe Testament, staat ook een ark. Waar de Heere Jezus als hoge priester zijn bloed gesprenkeld heeft. In het Oude Testament was dat Aaron, de hoge priester. Maar in het Nieuwe Testament is het de Heer Jezus die hier eens en voor altijd zijn bloed gesprenkeld heeft. En Hebreeën 12, en ik ga er echt vanuit dat een aantal van die dingen bekend zijn. Hebreeën 12 zegt, gij zijt genaderd tot de stad Sion. Van de levende God tot een ontelbare engelen. En dan zegt het, en tot het bloed van het verbond. Het krachtige spreekt is Abel. Gij zijt daartoe genaderd. Je bent genaderd voor de troon van God tot het bloed. En wat we doen, wanneer we bidden voor mensen die bevrijding nodig hebben, we vragen dat om het hele gebeuren heen die baldekijn staat, die koepel, als ik het zo kan noemen. Maar dat de persoon voor wie wij bidden, Heer, mag die geplaatst worden in die diamanten vorm van uw aanwezigheid. En dat betekent letterlijk, dat geloof ik, dat zo'n persoon werkelijk in de geest voor de troon van God is. Daar op de plaats waar het bloed van de Heer Jezus gesprenkeld is. Beschermd en daarin het heilige der heiligen. We hebben daar een verwoording voor gezocht. Hoe moet je dat verwoorden? Het is een poging in de gebedsprocedure om dat te verwoorden. En dat de persoon voor wie we bidden echt absoluut in die ruitvormige haag, diamantenvorm, wat je ook noemt, dat mag zijn. En toen ik in Papua Nieuw-Guinea dit zag 3 jaar geleden, ik zei, waar hebben jullie dit vandaan? En toen zeiden ze, 20 jaar geleden gaf jij hier les over het schuilen bij de Heer. En daar hadden we een t-shirt van gemaakt. Vond ik wel heel leuk, na 20 jaar vond je dat terug op mijn t-shirt. En dan kom je een thema tegen. En ik ga nu echt, wat mij betreft, heel persoonlijk, maar ik denk voor velen, absolute sleutels zijn geworden in een veel grotere doorbraak in bevrijding. Het heeft alles te maken met die koepel, maar vooral met die ruitvormige haag. Ik ben naar aanleiding van een paar voorvallen heel veel weer gaan lezen en studeren. En ik ben de psalmen doorgegaan. En toen ontdekte ik iets. Want bepaalde dingen kwam ik niet uit. En ik moet zeggen, eer aan wie eer toekomt, dat Ken en Chuck mij daar enorm bij geholpen hebben. Want het was een opmerking die zij plaatste, die mij werkelijk aan de gang maakte. In de psalmen, ik ga enkele voorbeelden geven, zegt David heel vaak iets, en ik vertaal het heel vrij, maar het komt hierop neer.
Ik werd lastiggevallen door de vijand. Ik werd vervolgd door de vijand. Ik werd gekweld door de vijand. Allerlei woorden. Maar toen ik ging schuilen bij de Heer, werd ik bevrijd van de vijand. Er zijn ettelijke keren in het boek van de Psalmen dat David dat noemt. Ik ga het even één citeren. Psalm 18, vers 2 tot en met 4. Hij zeide, heel verpand, hij zeide: ik heb u hartelijk lief, Heere, mijn sterkte, o Heere, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder. Mijn God, mijn rots bij wie ik schuil. Mijn schild, hoorn, mijn heils, mijn burcht. Geloofd zij de Heere, roep ik uit, want van mijn vijanden ben ik verlost. Dan praat hij over die rots, die steenrots, die burcht. Hij zegt, ik ben gaan schuilen in die steenrots, in die burcht, onder die koepel, hoe je het ook noemt. En toen ik ging schuilen bij de Heer, werd ik verlost van al mijn vijanden. Er zijn veel meer teksten van, ik heb een hele serie teksten daarover. Heer, u bent mijn schuilplaats, maar het thema Psalm 27, Psalm 61, Psalm 31, Psalm 91, een heel veel teksten over. Ik had er hier nog eentje, Psalm 7. Psalm 7, vers 2. Heere mijn God, bij u schuil ik, verlost van al mijn vervolgers. Dan kom je een thema tegen dat David zegt, ik werd lastiggevallen door de vijand, ik werd gekweld door de vijand, ik werd vervolgd door de vijand, maar ik ging schuilen bij de Heer. Toen werd ik verlost van mijn vijand. Wat betekent schuilen bij de Heer? Schuilen bij de Heer betekent, ik kan het niet. Ik kan het niet. Een kind dat bang is, rent naar papa of mama en gaat schuilen. Pakt papa en mama vast en voelt zich veilig. Schuilen bij de Heer betekent, ik kan het niet. Ik ga schuilen bij de Heer. Maar dat houdt ook absoluut in een overgave. Het houdt niet in een passiviteit waarin je jezelf wegcijfert. Dat betekent het absoluut niet. Maar het houdt in een heel bewust gaan naar de Heer en loslaten en je overgeven aan de Heer. En toen werd mij een hele hoop dingen duidelijk. Ik heb door de jaren heen vaak voor mensen gebeden, die gaan heel gespannen, dat kan ik me ook wel indenken. Die gaan dan zitten zo van, hou ze die stoel vast. Er gebeurt toch niks vreemds met me. En jullie weten toch wel wat je doet, hè? Ik vind het maar heel eng, hoor. Ik chargeer natuurlijk even. Ik heb allerlei verhalen gehoord. Ga ik straks ook kronkelen op de vloer? Dan komen mensen helemaal in spanning. En ik heb al gehad, dan was ik aan het bidden. Waarom bid je dat? Leg dat eens uit, middenin. En eigenlijk, oprechte mensen, vaak ook angst, dat begrijp je al. Maar eigenlijk, terwijl we voor hen baden, probeerden ze nog helemaal die controle over zichzelf vast te houden. En ik heb één ding ontdekt. Als mensen de controle over zichzelf vasthouden, nou, je kunt demonen uitdrijven totdat je blauw in je gezicht bent en buiten adem en de volgende ochtend de koetjes weer bij je ingaan, zeggen ze in het Engels. Maar je zal veel problemen hebben. Maar we gingen ontdekken dat als mensen echt bewust gingen schuilen bij de Heer, dan geef je als het ware de controle van jezelf over. Niet in een passiviteit van, nou ja, ga je gang maar en doe maar. Nee, een keuze, ik ga schuilen bij de Heer. Ik heb ook naderhand besloten, en we hebben het ook verschillende keren gedaan, als mensen voor wie we willen bidden te veel de controle willen vasthouden en in controle willen zijn van de situatie, dat we dan niet bidden. Dat we gewoon vaak wat meer voorbereidend werk moeten doen. En ik kan alleen maar getuigen van de laatste 5-6 jaar, dat wanneer mensen echt dit konden doen, zich overgeven aan de Heer, ik de grootste wonderen van bevrijding vrij vlug voor mijn ogen heb zien gebeuren. Hoe waar heb ik dit ontdekt? Ga schuilen bij de Heer. En wij moedigen ook aan. Ken zei, going away to be with Jesus. Dat was zijn poging. Want in de Engelse Bijbel, ja, you are my hiding place. Dat komt er zo'n beetje in het dichtste bij. In de Nederlandse Bijbel komt het qua taalgebruik er heel mooi uit. Schuilen bij de Heer. Seeking your refuge with the Lord, kom je ongeveer het dichtste bij in het Engels. In het Nederlands vind ik het mooier. Schuilplaats zoeken. En ten tweede houdt het ook in een overgave van die persoon, heel bewust, niet passief, toch aan de mensen die voor je bidden. En dat vind ik best wel een heel moeilijk, nou niet moeilijk, maar
een zeer gevoelig terrein, maar het is wel zo. En daarom denk ik ook dat we niet zomaar iedereen maar eventjes moeten laten bidden, want de mensen geven je werkelijk zich over, dat er ook een stuk vertrouwen moet zijn van die mensen. Ga schuilen bij de Heer. We hebben mensen meegemaakt die echt bewust gingen schuilen bij de Heer, die ook heel bewust de hele gebedstijd meegemaakt hebben, maar gewoon rustig bleven. Ik heb ook ettelijke keren meegemaakt dat mensen echt bewust gingen schuilen bij de Heer en zich niets kunnen herinneren van de hele gebedstijd, maar de meest fantastische dingen meegemaakt hebben met de Heer. En ik ga één verhaal vertellen wat voor mij het meest bijzondere verhaal is. Dat is een lange aanloop, maar jaren geleden heb ik een keer gebeden voor een jonge vrouw die ontsnapt was uit het satanisme. En in het satanisme was zij gebruikt als broedster. En dat betekent zwanger maken, een paar maanden na aborteren, offeren. Zwanger maken, aborteren, offeren. Je moet er niet aan denken. In totaal was het 14 keer met haar gebeurd. Uiteindelijk, ze was opgevoed door ouders die zeer toegewijde satanisten waren. En uiteindelijk, ze had gehoord van een evangelische traditionele predikant in de buurt en ze was gevlucht en bij hem terechtgekomen. Ik kan geen namen noemen, ik heb die predikant ontmoet. Respect voor wat die man gedaan heeft. Hoe hij haar opgevangen heeft, beschermd heeft, geprobeerd heeft te helpen. Klasse, klasse. Maar hij kwam met zijn rug tegen de muur te staan, want daar gebeurden hele vreemde dingen met het meisje. Ze hebben ook geprobeerd haar te doden. Ze had ook ontdekt waar ze was. Die predikant die kende, of die wist van een hele bekende psycholoog ergens in het land die nogal gespecialiseerd is in dit soort dingen. Wij kennen deze psycholoog intussen ook. Een katholieke vrouw en hij nam contact met haar op en die katholieke psychologe probeerde te helpen. Ik kwam er ook niet erheen. Maar wij kennen haar en die heeft toen gezegd, die jongens van Brea in Haarlem, die weten wat ze doen. Ik denk dat we daar maar een keer heen moeten gaan. Heel verbazend dat je dan door professionelen verwezen wordt. Hun eerste poging om ons te bereiken is uitgelopen op een auto-ongeluk. De auto werd totaal losgereden. Ze zijn er levend afgekomen, maar de auto was totaal los. De tweede poging zijn ze per trein gekomen van de andere kant van het land. En toen hebben we voor haar gebeden. Ik zal het nooit vergeten, het meisje. Toen ze binnenkwam, toen kon ik vanuit het noorden van het land tot aan Haarlem remsporen zien. Ik denk, dat halen we niet. Ze zat maar naar de deur te kijken. Ik denk, die vlucht straks, maar het kwam toch goed. En toen gingen we bidden. Ik heb geprobeerd, laat ik maar Marietje zeggen. Ik zei, Marietje, probeer maar te schuilen bij de Heer. Maar wonderlijk genoeg, dat begreep ze, had de Heer aangenomen. Ik heb 3 uur lang voor haar gebeden, een enorme confrontatie met demonen gehad. En na 3 uur was het voorbij. Aan het eind smeekten de demonen werkelijk of ze weg mochten. En toen heb ik iets heel ondeugends gedaan, maar dat doe ik wel meer. Ik zei, nee, jullie mogen niet weg totdat je beleidt dat Jezus Heer is. Dat doen we niet. Ik zei, dan gaan we door. Want elke tong zal beleiden en elke knie zal buigen dat Jezus Heer is. Ook de tong van demonen zal dat beleiden. En vroeger gingen demonen met veel kabaal en veel herrie en indrukwekkende manifestaties gingen ze uit. Dat sta ik niet meer toe. Ze gaan verslagen uit. Met een staart tussen de poten en regelrecht aan de afgrond. Nou, even daarna gebeurde het wel. En het was duidelijk dat de laatste groep demonen weggingen. En opeens de verandering op haar gezicht. Ik heb toen de opmerking gemaakt, is mij een looptocht naar Rome waard. De verandering op dat moment in haar gezicht. En toen vroeg ik haar, mijn Marietje noem ik ze, Marietje, ze zijn weg, hè? Heel verbaasd. Ik zie er nog voor me kijken. Ja, ze zijn weg. Ik zeg, merk je ze nog? Nee. Helemaal verdaasd was ze. Het is eigenlijk even zo te praten, ze was nog niet helemaal thuis. En toen zei ik zeg, Marietje, het was ongelooflijk grootvoerig om deze 3 uur voor jou te mogen bidden. Zegt ze, 3 uur? Wil je 3 uur voor mij gebeden, zie je? Ik weet niks. 3 uur? Ja, die andere ook. Die predikant was erbij, die vrouw, de psycholoog was erbij, de begeleider en een paar van mijn teamleden. Kobe was erbij. Ja, 3 uur. Ik weet niks. Ik zeg, dan ga ik een vraag stellen. Je hebt 3 uur op die stoel gezeten. Waar ben jij geweest? En toen vertelde ze iets wat ik nooit meer vergeet. Ze begon te huilen. Ze zegt, vanaf het moment dat je begon te bidden, was ik in de hemel. Ik zag de Heer Jezus. En er waren 14 kindertjes bij hem. Mijn kindertjes. Ik heb ze alle 14 ontmoet. Ik heb ze alle 14 begroet. Ik heb ze alle 14 mogen ontmoeten. Ze zijn veilig. Ik kan ze daar nu laten. Maar dat vergeet ik nog. Die dominee hebben ze naar huis toe moeten brengen. Die is echt dagen van de kaart af geweest. De psycholoog ook. Nou moet ik zeggen, dat is mijn meest bijzondere bevrijding die ik ooit meegemaakt heb. Maar ik denk de grootste pijn van haar leven waren die 14 kindertjes.
En toen we gingen bidden, ze weet niets meer van de bevrijding. Nee, de Heer had iets veel beters voor haar. Zij ging schuilen bij de Heer. Nou moet ik zeggen, dat is mijn meest unieke verhaal. Dus ik denk niet dat alle verhalen zo zijn, want zo zijn ze niet. Maar toch een voorbeeld van wat er kan gebeuren. En ik durf dat eerlijk te zeggen op de video, we hebben heel wat storm over ons heen gehad. En ik heb er echt om gelachen. Ik zei, dit ontnemen jullie mij nooit meer. Dat ik dit van mijn ogen heb zien gebeuren. Twee weken na belde ze op. Ze zei, ik word gedoopt, kom je? Maar ik kon niet op zondagochtend. In een baptistenkerk is ze gedoopt en na de hand opgevangen en heel goed begeleid. Nog een poging geweest om me van kant te maken. En een heel verhaal zit er nog vast, maar goed. Zij ging schuilen bij de Heer. Ik ging een keer bidden voor een man en die zegt, vanaf het moment dat je ging bidden, liep ik in die prachtige boslaan met de Heer Jezus. Ik hou zo van bomen, ik hou zo van de bossen. Daar kan zich ook niks meer in. En zo, ik ken ook mensen die er heel bewust bij waren, die het wel meegemaakt hebben. Maar we verschillende keren meegemaakt dat mensen gingen schuilen bij de Heer. En dat ze ook echt dit meemaakten. Ik zou het graag voor iedereen willen organiseren, maar helaas kan ik dat niet. Dus aan de Heer, maar we hebben het meegemaakt. Maar toen zagen we de werkelijkheid van je gaat schuilen bij de Heer. Geef jezelf over. Ik zeg dan tegen mensen iets van, waar voel je je veilig? Vrouwen zeggen heel vaak, net zoals Maria aan de voeten van Jezus. Zeg ik, beeld je dan in. Heer Jezus, ik ga aan uw voeten zitten. Mannen zeggen vaak iets stoers. Dan ga ik in grazige weiden lopen of aan kalme wateren liggen. Ik heb er ook eentje keer meegemaakt. Die zegt, ik zou het liefst met de Heer Jezus een wandeling willen maken in de Alpen. Die heeft dat ook inderdaad ervaren. Heel grappig. Toen er voor mij gebeden werd, zeg ik, mijn naam in het Engels is John. In het Engels hebben ze voor me gebeden. Ze zeggen John en John rustte tegen de Heer Jezus aan. Zijn hoofd. En ik heb gewoon in mijn gedachten gezegd, Heer, ik ga gewoon tegen u aankruipen, als het ware. Ik ga schuilen bij de Heer. Doe het ontspannen. Maar als je merkt dat mensen te veel controle blijven uitoefenen over zichzelf, dan durf ik altijd voorspellen dat je een hele moeilijke tijd gaat krijgen. Doorgaans breek je er niet doorheen. Schuilen betekent nogmaals niet passief worden en jezelf wegcijferen. Het is een hele bewuste keuze. Ik kan mezelf niet redden. Niemand kan me redden. Jezus kan me redden. Hij is mijn bevrijder. En het is die bewuste keuze die mensen moeten maken. Jezus is mijn bevrijder en daar geef ik mijn over. Dat je de bevrijding gaat zien. Natuurlijk soms in een samenkomst moet je ingrijpen als er gekke dingen gebeuren. Maar ik praat nu over pastorale situaties. Schuilen bij de Heer. Onder de koepel. De ruitvormige haag. Allemaal van die begrippen die voor ons heel kostbaar zijn geworden. Oké, ik ga zo een aantal begrippen nemen die we absoluut tegen gaan komen als we ook met de procedure te maken gaan krijgen. Ik heb hier bij me van mij, ik vond het heel leuk, een hele oude preek. Hij staat nog op Japans, ja, dat was in het Engels, maar het kon nog uit Japan, en het is al voor Japan. Het merkteken van het beest. Een hele oude preek, moeten we ooit nog een keertje opnieuw gaan vertalen in het Nederlands. Want dit kom je in bevrijding tegen. In het boek Openbaring wordt gesproken over het merkteken van het beest. 666. Waar wordt dat merkteken van het beest geplaatst? Op het voorhoofd en op de rechterhand. Voorhoofd en rechterhand. Wordt verschillende keren genoemd. Heel opvallend als je dat bestudeert van het merkteken van het beest, dat bijna in alle teksten het woord aanbidding erbij genoemd wordt. Het heeft niet alleen te maken met het merkteken van het beest, het heeft ook echt te maken met het aanbidden van het beest. Maar hoe dan ook, het merkteken van het beest. Het boek Openbaring is een boek van contrasten. De echte Christus, de valse Christus. De echte kerk, de valse kerk. De stad van God, Jeruzalem, het tegenovergestelde, Babylon. Koninkrijk van God, koninkrijk van de duisternis, de lege schade van God. De lege scharen van de vijand. Altijd contrasten in het boek Openbaring. Voortdurend hemel, hel. Want alles, dat is een boek van contrasten. Het merkteken van het beest heeft dus ook een contrast in het boek Openbaring. Het tegenovergestelde. Enig idee wat dat is? Nee. De dienstknechten van God werden verzegeld in hun voorhoofd. Het merkteken van het beest werd geplaatst in het voorhoofd. Maar de dienstknechten van God worden verzegeld in hun voorhoofd. Voorhoofd weer.
Heel belangrijk woord in de Bijbel. Als je een Griekse concordantie pakt, of een Engelse concordantie met de Griekse taal in die zin, en je stuurt even het woord van verzegelen, dan wordt het ook gebruikt van de Heer Jezus. Hij gebruikt het van zichzelf in Johannes. Hem heeft de Zoon van God verzegeld. Dat het merkteken van het beest vroeg of laat iets zichtbaars zou kunnen zijn, dat acht ik niet onmogelijk, ik weet dat niet zeker. Maar het zegel van God is niet zichtbaar. Dat is iets wat in de geestelijke wereld gebeurt. De verzegeling van God. En als je het woord voorhoofd neemt in de Bijbel, zonder uitzondering, van het Oude Testament tot het Nieuwe Testament, heeft het te maken met het denken. Voorhoofd is een synoniem voor denken. Dat begint al bij de hoge priester, als hij zijn hele tenue aankrijgt, op zijn voorhoofd een gouden plaat, heilig aan de Heer. Waar was die plaat? Voorhoofd. Het denken. Het wordt in de negatieve zin gebruikt, in de positieve zin, maar hoe dan ook. Dan zie je dat in het boek Openbaring gezegd wordt dat dat wordt het merkteken van het beest, het merkteken van de vijand. Over het nummer 666 zijn eindeloze speculaties geweest. Ongelooflijk, de gekste leringen en de gekste uitleggingen. Het zal wel, geen een is nog wagen gebleken. Ik weet niet of ik het helemaal juist heb, maar ik heb het nooit moeilijk gevonden, 666. Wat was de allereerste verleiding die Satan plaatste voor de mens? Wees God ongehoorzaam en je zult als God zijn. In het boek Genesis, in het paradijs, wees God ongehoorzaam en je zult zijn als God. Wat is het getal van God in de Bijbel? Niet 7. 3. Vader, Zoon, Heilige Geest. 7 wordt vaak genoemd als het getal van de volmaaktheid. 1 is de eenheid van God, maar het getal van 3. Vader, Zoon en Heilige Geest. Wat is het getal van de mens? 6. Geschapen op de zesde dag. 3 × 6. De mens maakt zichzelf tot God. Wees God ongehoorzaam. Paradijs, en je zult als God zijn. De mens gaat zelf bepalen wat goed is. En onderwerpt zich niet langer aan de regering van God. Dat is het merkteken. En waar plaatst de vijand dat merkteken? Op het voorhoofd. Nou, als je je enigszins verdiept in de occulte wereld, dan ontdek je al heel vlug dat ze in rituelen allerlei merktekens op voorhoofden plaatsen. Maar aan die merktekens vast, en vooral in het satanisme gebeurt dat, maar ook al in het programmeren van kleine kinderen in de occulte wereld, een hele gekke dingen meegemaakt, maar aan die merktekens die ze op het voorhoofd plaatsen in rituelen, die worden heel bewust aangebracht, zitten gedachteprogrammeringen. De mens maakt zichzelf God. Ik heb God niet nodig om mij te vertellen wat ik doe. Ik heb God niet nodig om te vertellen hoe ik me moreel moet gedragen. Ik bepaal zelf hoe ik me moreel gedraag. Het humanisme is daar een uiteindelijk voorbeeld van. En in bevrijding kom je dat heel vaak tegen. Satanische merktekens. Een van de komende avonden krijg je ook een heel aantal gekopieerde bladen. En daar hoop ik ook het blad bij te doen. Dat van Nel, Borst, Nel weet het ook nog. Van allerlei satanische merktekens. We kennen ze lang niet allemaal, maar er zijn er heel wat. 666 is er een van. Ik ga er een paar noemen die je in rituelen tegenkomt. De eerste keer dat ik dat ooit ontdekte, was jaren geleden dat Kobe en ik banen voor een vrouw die oorspronkelijk uit Indonesië komt. Alles had gedaan wat God verbood daar. En opeens besefte ik dat er op haar vrouwelijke lichaamsdelen satanische merktekens waren aangebracht, waardoor andere mannen haar niet konden benaderen, maar sommige mannen wel. Nou, dat is daar ze vrij van gekomen. En nou dan bevestigen dat het ook inderdaad zo was. Dat zij bepaalde tekens op haar lichaam waren aangebracht. En waardoor dus bepaalde dingen wel konden gebeuren en bepaalde dingen niet. Kom je heel veel vaak tegen in dat soort rituelen. Ik ga er even een paar noemen, maar ik hoop jullie allemaal een lijst te geven van wat we tot nu toe ontdekt hebben. Het zegel van Salomo, waarschijnlijk de slechtste die ik ken. Dat is de Davidster met een cirkel eromheen. Waar alle 6 punten van de Davidster de cirkel raken. Het zegel van Salomo. Dat is een van de slechtste die ik ken. Een absoluut satanisch occult teken. Heel vaak wordt het in rituelen op voorhoofden, ook op lichamen geplaatst. En met een bedoeling
dat daar gedachtepatronen aan vastzitten. En vaak zijn het gedachtepatronen van uiteindelijke vernietiging. Ik ga nu iets heel moeilijks noemen, maar ik moet het noemen. De Davidster zelf wordt uitermate veel gebruikt in occulte kringen. En wordt geplaatst als merkteken op het lichaam en heel vaak op het hoofd. En de Davidster wordt dan als volgt uitgelegd. De driehoek naar boven ligt onderop, dat is die wijst naar God. Maar de driehoek naar beneden ligt daar bovenop. Die wijst naar beneden, het symbool van Satan. Satans kracht belemmert God in zijn werk. Zo wordt het uitgelegd. Ik ben het heel vaak tegengekomen. Ik heb foto's gezien van geheime loges van vrijmetselarij en zo. De muur was behangen met Davidsterren en de vloer was getapijt met Davidsterren. En allerlei, hoe hoger de loges, hoe meer Davidsterren er aanwezig waren. Hele tapijt. Ik heb een boek, ik heb het een keer uitgeleend, ik weet wat het is. Ik heb het op Tomek even niet in mijn bezit, ergens in het noorden. En het komt uit de Tweede Wereldoorlog. Het is geen christelijk boek. Vrijmetselarij, een volksvijandige organisatie heet het. De vloeren waren getapijt met Davidsterren en de muren bijna met behang. De Davidster is natuurlijk ook het verleidelijke, is natuurlijk ook het symbool van Israël. Maar voor de occulte wereld kom je het heel vaak tegen. Ik ben een keer per ongeluk in een loge van de vrijmetselarij terechtgekomen. En wat stond er in Mozambiek op de vloer? De Davidster. En op alle vier de punten een kaars die in rituelen gebrand werd. Ik raad mensen persoonlijk, is een persoonlijke mening. En alsjeblieft accepteer het als een hele persoonlijke mening. Ik ga echt niet scheef kijken als het niet zo is. Als je je liefde voor Israël wilt tonen, doe het op een andere manier. Er zijn heel veel manieren waarop je je liefde voor Israël kan tonen. Want voor mensen in de occulte wereld heeft de Davidster een totaal andere betekenis. En in de occulte wereld wordt de Davidster lang niet altijd met Israël geassocieerd. Integendeel. Ik weet dat mensen uit die kringen, als ze iemand zien met een Davidster, die Davidster zelfs gebruiken om je te vervloeken. En als een aanknopingspunt van vervloekingen te maken. Dat weet ik. Wees er niet bang voor. Zo, oh, nou loop ik met een Davidster rond. Alsjeblieft, doe dat nou niet. Maar je kunt je liefde voor Israël op hele andere manieren te tonen. Het nummer 666, het hakenkruis, het teken van anarchisme. Nou ja, ga maar door. Het is een hele lijst. Krijg je wel de geitenkop en zo. En die ga je tegenkomen en als een vast punt in de bevrijdingsprocedure bidden we dat het lichaam schoongewassen wordt voor alle satanische merktekens. En als we de gebedsprocedure klaar hebben, dat doe ik persoonlijk, dan zalf ik iemand met olie op het voorhoofd en ik zeg, Heer, het enige teken in de geestelijke wereld dat aanwezig zal zijn op dit lichaam is de verzegeling van God in het voorhoofd. Ja. Dat is een vaste prik, dat bid ik al jaren. Dat alle satanische merktekens van het lichaam weggewassen worden. In bepaalde culturen kom je natuurlijk mensen tegen die getatoeëerd zijn. Dat kun je niet wegbidden. Maar je kunt wel met het bloed van de Heer bidden dat de tatoeage zijn betekenis verliest en zijn kracht verliest. Dat er dus een uiterlijk teken blijft en voor de rest niets. Maar je komt het in bevrijding vaak tegen. En vooral mensen die geestelijk zicht hebben, pikken het vaak op. En heel vaak merk je dan dat vooral op het denken het te maken heeft met gedachtenprogrammering. En die gedachteprogrammeringen, dat kom je in de gebedsprocedure, dat zijn soms gewoon bandrecordertjes met een autoreverse, die achter elkaar dezelfde boodschap draaien. Jij bent niet goed en je komt er toch nooit en zo. En dat het heel vaak uit die soort oorsprongen komt. Bijbels kan ik dat heel duidelijk bewijzen, want ook het merkteken van het beest, waar wordt het geplaatst? Op het voorhoofd. Het kan ook op kerken geplaatst worden. En ik denk dat het heel wijs is dat iedereen die een beetje actief is in God af en toe zijn gebouw schoonbidt. Want satanisme is een hele bekende truc van ze, dat ze langs kerken komen. En de satanische merktekens plaatsen op kerken, bij voorbaat rond de ingang. Zodat mensen dus in de geestelijke wereld afgestoten worden om binnen te komen. Kom je ook in tempels tegen in culturen en ik heb het al heel vaak meegemaakt. En ik ben niet bang, ik heb geen paniek, maar ik denk dat het heel wijs is om af en toe je gebouw eens een keer goed schoon te bidden. Toen wij gebeden hadden voor die vrouw met al die verhaal van die kinderen, op een gegeven moment keken wij uit het raam, stonden 5 mannen tegenover het gebouw. Een paar dagen daarna keken we uit het raam, stonden weer 5 mannen tegenover het gebouw. Een gegeven dag keken we uit het raam, stond er een man, heel vreemd ook, liep naar hem toe. Hij wist niet hoe vlug hij weg moest wezen. Het waren gewoon mensen die absoluut, we weten dus iets meer van wat daar gebeurde. Dus die gewoon bezig waren het gebouw te vervloeken. Nou ben ik er echt niet bang voor. Ik lig er echt niet wakker van. Absoluut niet. Maar ik denk dat het heel juist is om af en toe je gebouw eens een keer schoon te bidden.
en alles wat daar gebeurt. En een hele hoop van de graffiti die je vandaag de dag ziet, heeft hiermee te maken. We hebben er in Amsterdam wat onderzoek naar gedaan, een team. Die heeft wekenlang, elke zaterdag, wat onderzoek gedaan. Het is verbazend wat we uit graffiti gehaald hebben. Ik stond vandaag nog bij een stoplicht. En er stond op een muurtje daar aan de Graafdijkwal, stond er mean. Dat is het Engelse woord gemeen. Maar als je keek, het was drie keer achter elkaar gespoten. Was precies in dezelfde volgorde, met dezelfde formatie van letters was dat gespoten. Het was niet zomaar even iemand het woordje mean, gemeen. Maar dezelfde puntige, helemaal identiek. Nou, ik weet bijna wel zeker dat dat de naam is van een of andere bende die zich daardoor bekend maakt. Maar wat er geestelijk verder in vast zit, weet ik niet. Het is geen leuk woord in het Engels. Mean. Maar die A met een soort cirkel eromheen, hè, het teken van anarchisme zie je ook heel vaak. En de graffiti is soms heel onschuldig. Soms vind ik het nog zelfs wel mooi. Je hebt best wel hele mooie graffiti. Maar soms is het lang niet onschuldig meer. Het is het bepalen van een territorium. En heeft het absoluut een geestelijke betekenis. Daar kom je het in tegen. En in de gebedsprocedure kom je tegen. En als we bidden voor mensen, absoluut. Ik vind het heel frappant. We hebben gisteren hier een doopdienst gehad, een onderdompeling. En ik heb in die doopdienst iets geprobeerd te vertellen van hoe we kijken naar de kinderdoop. Daar ben ik toch iets anders naar gaan kijken dan alleen maar te verwaarlozen. De mensen die waren. We hebben het. Ik heb het ergens in een van mijn dossiers vanuit het satanisme. Hebben we dus inderdaad iets te weten gekomen. En ze hadden namelijk een postje, een site op het internet. En een van onze jongens heeft die ontdekt. Die heeft er aardig wat interessante dingen af kunnen halen. Als iemand in een satanistische groep terechtkomt die als kind gedoopt is, besprenkeld, kunnen ze dat zien op het voorhoofd. En er bestaat een satanische ritueel om de kinderdoop ongedaan te maken. En ik heb die thuis op papier. Die hebben we uit een of andere internetsite kunnen halen. En dat doen ze, vreemd genoeg, met het zuiveren door zout. Daar gebruiken ze zout bij. En de Heilige Geest wordt ook met zout vergeleken. Het reinigen van zout in bepaalde offers in het Oude Testament. Heel wonderlijk hoe ze dat doen. Maar dat zelfs die daad van de kinderdoop kunnen zij zien, want dat betekent toch al een toewijding aan God. En als je echt verder wilt in het satanisme, moet dat ongedaan gemaakt worden. Dat heeft mij wel doen nadenken. Of wij het nou doop noemen, ja of nee, maar God zag wel die daad. Dat daar een kindje de kerk werd binnengebracht. Om te dopen. Ik ben er toch wel iets anders. Ik zie het niet als een doop. Dat weten de mensen hier wel goed genoeg. Maar ik ben ook gaan zien dat het lang niet zonder waarde is. God ziet ook vaak de oprechtheid van de mensen erachter. En de waarde daarvan. Het is toch een verzegeling, een opdragen aan God. Dat is het minste wat je ervan kan zeggen. In feite denk ik wel dat het wel iets meer is. Oké. Nog een punt wat voor mij ook zo'n doorbraak is geweest. En ik moet zeggen dat toen Ken en Chuck kwamen, ook een hoop dingen voor mij bevestigend waren. Ik was zelf op zoek, kan het zijn in de zin van dat het zo is? Nou, dan hoor je opeens mensen die zeggen, ja, zo is het. Ik ga even een voorval noemen. Het was in Australië, een behoorlijk aantal jaren geleden. Kobe en ik waren aan het bidden voor een vrouw. En er kwam duidelijk iets satanisch los, heel duidelijk. Keel werd dik, kokhals, en het was niet alleen maar emotioneel. Er was duidelijk iets aan de hand, maar het kwam er niet uit. Nee, hartelijk dank. Het kwam er niet uit. En ik stopte even. Ik gebood het zich terug te trekken. Zodat ik met die vrouw kon praten. En ik zeg, wat gebeurt er met je? Ze zegt, ik schaam me. Nou, dan kan ik niet zeggen wat er met me gebeurt. Schaam ik me voor. Maar wat gebeurt er dan? Ja, dat kan niet. Dat wil ik niet. Dus ik schaam me. Kan ik niet zeggen dat. Kobe was erbij, zegt nou, zeg, lieve zus, ik ben echt wel wat gewend hoor, ik val niet zo gauw van mijn stoel af. Wat is er aan de hand? Als ik bid en ik gebied die demonen eruit te komen, dan gebeurt er wat. Wat gebeurt er met je? Ja, dat kan niet. Schaam ik. Zeg nou, uiteindelijk kwam het eruit. Zegt ze, elke keer als jij die demonen aanspreekt, komt er bij mij een scherpe gedachte in mijn hoofd. Ik wil die man seksueel verleiden. En daar schaamde zij zich voor. En dat kan ik me indenken. Dat heb ik uitgelegd. Ik zeg, maar dat komt helemaal niet bij jou vandaan. Die demon, die demonische invloed in jou, werkt door gedachtepatronen. En die gedachtepatronen zetten je aan tot actie. Dus toen ik bezig was die demonen eruit te drijven, de eerste manifestatie die daarvan loskwam, waren gedachtepatronen. Gedachten, maar zij schaamde zich voor die gedachten. En wat deed zij? Heel begrijpelijk. Zij begon er tegen te vechten. Zij schaamde zich en wilde het
bedekt houden en begon te vechten tegen die gedachten die loskwamen. En eigenlijk waren we heerlijk aan het touwtrekken. Ze wilde vrij, ik gebood het uit te gaan en zij vocht terug. En toen ze gezegd had, elke keer als je dat doet, dan komt daar die scherpe gedachte bij mij op. Ik wil deze man seksueel misleiden. Die zegt, nou, ik weet dat het niet bij jou vandaan komt. Het moment dat ze dat zei, toen wist ik, het is niet langer verborgen. En ik gebood het uit te gaan, het was weg. En toen zag ik iets. Heel veel demonen werken door gedachtenpatronen. En als je ze gaat aanspreken en uitdrijft, dat het eerste als uit hun, als het ware, schuilplaats komen, wat gebeurt er? Hun gedachtenpatronen. En vanaf dat moment ben ik heel erg gaan letten op wat gebeurt er in het denken van mensen wanneer we voor hen bidden. En als dat dingen zijn waarvoor ze zich schamen of dingen die moeilijk zijn, juist dan vragen we mensen om die dingen uit te spreken, want waarvoor je je schaamt, verberg je weer. En blijft er duisternis. En keer op keer heb ik gezien dat als mensen vertellen van datgene wat er in hun gedachten plaatsvindt, en dan moet je wel degelijk onderscheiding van geest erbij gebruiken. Wel degelijk onderscheiding van geest. Maar door dat te vertellen, is de duisternis die openbaar komt, ontmaskerd door het licht. En gebeurt het. Sommige mensen maken er niks mee. Sommige mensen maken van alles mee in hun gedachten. En soms verbazend accuraat wat ze beschrijven. In hun gedachten. Dus ik heb geleerd, en Ken heeft dat heel erg bevestigd, ik merkte dat hij dat deed, en ik was er al mee bezig, dat als mensen, als we voor hen bidden, dan waarschuwen we hen dat het heel erg mogelijk is dat ze allerlei dingen in hun gedachten gaan meemaken. Ik probeer erop te letten, maar dat we de mensen ook vragen dat als er echt specifieke dingen in hun gedachten gebeuren, dat ze die gaan uitspreken. Ik had de laatste een keer, die zei, ja, elke keer terwijl je bidt, dat beeld van die tante blijft maar, kom maar terug. Heb ik al jaren niet meer aan gedacht, maar die tante, en opeens besefte ik wat ze gedaan had. Nou, dat was duidelijk iets. Die demon, dat bleek later aan, was blijkbaar dat demonische, was blijkbaar door iets vreselijks wat tante gedaan had naar binnen gekomen. En door te bidden, opeens, dan moet je ook wel degelijk onderscheiden van geesten gebruiken. Maar ik heb geleerd heel erg te denken op, letten op het denken. Maar als je dat in de Bijbel bestudeert, we hebben natuurlijk net al gesproken over het denken. Toen ging ik eens nadenken. Wat zijn de grootste terreinen, werkterreinen van de vijand? Korinthe, de bolwerken in het denken. De bolwerken in het denken. Waar is het? Ik zal het even opzoeken in Korinthe. 2 Korinthe. 2 Korinthe. 2 Korinthe hoofdstuk 10. Bolwerken in het denken. Door de jaren heen ook tientallen keren, ja misschien wel meer, maar tientallen keren heb ik mensen horen zeggen, het is zo stil in mijn denken nu. Het is zo rustig in mijn denken, het is zo schoon in mijn denken. Ik kan zo helder denken. Ook altijd heel leuk als mensen dat zeggen, ook altijd heel bevestigend. Maar dan zegt Paulus daar in 2 Korinthe hoofdstuk 10 vers 3, want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees. Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk, maar krachtig van God tot het slechten van bolwerken. En dan geeft het een uitlegging aan die bolwerken. Zodat wij de redeneringen, let eens op dat woordje, redeneringen. Ik ben tot de conclusie gekomen dat mensen die altijd maar redeneren, 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 is duivels. Dat is een scherpe opmerking, maar ik meen het echt. Ja maar, broeder. Ja maar. Altijd met het verstandelijke beredeneren. Wie is dat wel eens tegengekomen? Met wie had de heer Jezus zijn grootste problemen? De fariseeërs wilden met hem reden twisten. Broeder Pasterkamp, kunnen we hierover discussiëren? Nee, absoluut niet. Oh, dus u staat niet open voor andere meningen. Zie, ja, sta ik wel. Alleen ik discussieer niet. Oh, ik zou graag met u een argument willen hebben over, naar aanleiding van uw studie. Ik zou geen sprake van. Heel recentelijk hier nog iemand. Ik zeg, hallo, gaat er mee? Bang, werd ik toch aangevallen. Eén stuk door. Ik zeg, jongens, rustig.
Ze krijgen morgen een briefje van me. Ik wil heel graag met jullie praten, maar in rust, over een kopje koffie, zonder aanvallen. Wie heeft wel eens 3 uur lang met iemand gediscussieerd? En je sluit het af, je voelt je alle twee heel ellendig en beroerd en je weet dat je niks bereikt hebt. Redeneringen. Dat verstandelijke beredeneringen, redeneringen, let maar op. Je hebt meestal te maken met demonen. Vaak hele religieuze demonen. Redeneringen. Elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God slechten. En nu vind ik vind de volgende zo mooi in het Nederlands. Elk bedenksel. Als krijgsgevangenen brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. Ik denk dat ik weet wat het grootste bedenksel is. Ik denk dat ik het weet. Wat het grootste bedenksel is. En dat komt neer op iets in de trant van, houdt God echt wel veel van mij? En twijfelen aan de liefde van God. Is naar mijn inzicht het grootste bedenksel wat ik voortdurend tegenkom. Ik weet dat de Bijbel het zegt, maar is het echt wel waar? Het twijfelen aan de liefde van God. En wat kan dat een demonisch bolwerk worden? Je praat 6 jaar lang met de mensen. En je begint weer te praten, ja. Ja, ik weet dat jij het zegt, ik weet dat jij het gelooft, ik weet dat de kerk het gelooft, ik weet dat de Bijbel het zegt, maar ik kan het nog steeds niet pakken. Bedenksels. En vaak als je dan doorgaat, komen er gedachtenpatronen, gedachtenprogrammeringen. Het denken. Nogmaals, ik raad iedereen aan, luister naar de Heilige Geest, het onderscheiden van geesten, maar wat gebeurt er in het denken van de mensen? Een van de eerste situaties in de kandelaar hier waar ik bad voor een vrouw. Dat was bij een vrouw thuis, samen met Kobi. En ik had een openingsgebed gedaan. Toen zei die vrouw, ik hoor een stem in mij, maar die zegt tegen mij, zeg maar tegen broeder Sjoerd dat wij toch niet weggaan. Dat was duidelijke taal. Zeg maar tegen broeder Sjoerd dat we toch niet weggaan. Nou, dan weet je meteen waar je mee te maken hebt. De mensen die gedachten horen, die horen het ook vaak helemaal niet in de ik-vorm. Die hoort het vaak in de derde persoon. Als je er eenmaal op let, dan pik je het ook heel makkelijk op. Van niet ik haat je, nee wij haten je. Dat is iets in die trant, hè? Een andere persoon. Het denken. En vooral als dat duister is, luguber is, naar is, is het ontzettend belangrijk. Heel gevoelig daar zijn, is het ontzettend belangrijk dat de mensen het gaan uitspreken. Want als ze het binnenhouden, dan blijft het duisternis. En daar komt een stuk enorm vertrouwen in. Wij zijn bezig, het is nog niet helemaal door, maar dat al onze pastorale mensen en gebedsteams een code van vertrouwen gaan tekenen. Echt gaan tekenen. En als ze zich er niet in houden, zijn ze ook onmiddellijk de teams uit. Want je komt soms zulke vertrouwelijke dingen te weten van mensen. En als daar niet goed mee omgegaan wordt, dan ondermijn je heel veel. We zijn er mee bezig. Het is een heel eenvoudige. Maar we vragen, denk ik, aan de mensen die hierin bij betrokken zijn. Er zijn al een aardig aantal, die weten ook dat we ermee bezig zijn. Dat ze een verklaring ondertekenen van vertrouwen. Een soort ambtsgeheim. En dat als ze met mensen praten, dat ze er toestemming voor hebben. Want je komt soms hele moeilijke dingen te weten. En ik denk dat daar in het verleden, in de bevrijdingsbediening, was hele nare dingen zijn gebeurd. Waar dingen aan het licht kwamen en de mensen gingen erover praten. En dat mag natuurlijk nooit gebeuren. Het moet een veilige omgeving zijn. Als je schuilt bij de Heer, ben je veilig. Dat betekent dat de mensen die erbij betrokken zijn, ook veilig moeten zijn. Heel duidelijk. En daarom zijn we best wel een beetje selectief in welke teams we laten binnen en welke teams niet. Het moet veilig zijn. Het moet vertrouwelijk zijn. Het moet goed mee omgegaan worden. In dat opzicht, ik weet dat we katholieke mensen in ons midden hebben. Maar in dat opzicht, ik weet dat dat ook niet, misschien niet altijd goed gebeurt. Maar dat vaak in het exorcisme vaak alleen maar doorgegaan wordt als er wordt de toestemming van een meerdere voor is. Hè? En toch zit er een kern van waarheid in mensen. Vorige week werd ik nog opgebeld door een voorganger ergens in het land. Hij was vastgelopen in een bevrijdingssituatie. Ik denk dat ze nu al uit zijn. Zeg, met wie ben je verbonden? Zeg, nee, wij zijn onafhankelijk. Zeg, wie is jouw klankbord? Wie is jouw raadgever? Wie kan jou helpen? Nou, hij was tot ontdekking gekomen dat die dame een keer iets aan moest doen. En gelukkig was hij ermee bezig. Maar ik geloof erin. Dat je echt staat, niet onder controle, maar wel in een juiste relatie. Want je wordt erop kapotgeschoten. Dat je echt veilig bent in zo'n situatie. Ik wil de laatste 10 minuten nogmaals nemen over als we gaan bidden voor bevrijding
En daar heb ik vorige week ietsje van verteld. De nummer 1, de leider. Weet je nog vorige week aan het eind? Marcus hoofdstuk 5. We gaan het lezen en dan gaan we ook naar Lucas hoofdstuk 8. In bevrijding de nummer 1, de leider, te pakken krijg je. Misschien dat ik het naar de handen wil doen, dat ik het uitteken hoe ik het zelf ben gaan zien. Het is een soort piramidestructuur. Het demonische werkt absoluut in de piramidestructuur. Het is degene die aan de top zit. De top en eronder zitten allerlei lagen. De religieuze lagen zijn vaak de hoogste. Misleidende antichristgeesten, dat soort dingen, zijn vaak de hoogste. Maar daarboven zit een leider. Een nummer 1. En die leider heeft niet altijd een specifiek karakter van in de zin ik ben vrees of ik ben angst. Nee, hij is degene die de troepen beheerst. En het is ongelooflijk belangrijk dat in bevrijding je de nummer 1 krijgt. En in de nummer 1 eigenlijk het hele kader. Je zult anders best wel succes hebben. Er zullen wel stukken bevrijding komen, maar de uiteindelijke bevrijding komt niet. Ik heb al verschillende keren meegemaakt en daar schaam ik me echt niet voor. We gebeden hebben voor mensen en die na een poosje zeiden er is gewoon eigenlijk in feite niets veranderd. En ik denk aan één situatie. Ik denk dat ik voor die persoon gebeden heb toen ik nog een beetje nieuw was in al dit soort dingen. Ook de verdere procedure. En dan besefte ik heb waarschijnlijk nummer 1 gemist. En toen ben ik echt gaan zoeken naar de Heer gaan zoeken voor openbaring. En toen gaf de Heer ook echt een stukje openbaring. Toen hebben we opnieuw gebeden voor die desbetreffende persoon. En heel kort geleden had ik nog contact met die persoon. Die zei, het is gewoon totaal anders. Ik merk wel af en toe een stukje strijd. Ik merk best wel dat ik nog met dingen klaar moet komen. Maar het verschil is niet te vergelijken met eerst. Ik had de nummer 1 gemist. Daar schaam ik me niet voor. Ik moet ook nog leren. Ik zal het ook niet altijd meteen één klap raak hebben. Maar de leider. Uiterst belangrijk. En dan ga eens kijken naar Marcus 5. Ze kwamen aan de overkant der zee in het land de Gerazenen. En toen hij uit het schip ging, kwam hem terstond uit de grafsteden een mens tegemoet met een onreine geest. Enkelvoud of meervoud? Enkelvoud, onreine geest. Nou, dan die ketenen. We kennen dat verhaal. Vers 6. Verbazend dat hij leefde onder de graven, hield zich bezig met de dood. Vers 6. En toen hij Jezus uit de verte zag, liep hij toe, viel voor hem neder en zeide, roepend met luide stem, wat hebt gij met mij te maken? Mij, enkelvoud, Jezus, zoon van de Allerhoogste God, ik bezweer u bij God dat gij mij, enkelvoud, niet pijnigt. Want hij zeide tot hem, onreine geest, ook Jezus spreekt het in het enkelvoud aan, ga uit van deze mens. En hij vroeg hem, hoe is uw naam? En hij zeide tot hem, mijn naam is Legioen, want wij zijn talrijk. En opeens begint het in meervoud te spreken. Wij zijn talrijk. En hij smeekte hem dringend, hen, niet buiten het land te zijn. Heel aparte zin. Hij smeekte hem dringend, hen niet buiten de streep te zenden. En die hij is niet de persoon, is de leider, was die onreine geest. En nu werd daar bij de berg een grote kudde zwijnen gehoed en zij smeekten hem, zeggende, zend ons in de zwijnen, dat wij daarin varen. En hij stond het hun toe en de onreine geesten gingen uit en voeren in de zwijnen, enzovoort. Zie je het samenspel tussen de enkelvoud en de meervoud? Het komt allereerst als één, maar naar de hand blijkt het een heel kader te zijn. En als de Heer Jezus het aanspreekt, wat doet hij? Hij spreekt het aan in het enkelvoud. En de hele club ging weg. Nou pak ik diezelfde passage in Lucas hoofdstuk 8. En dan ga je ook iets heel boeiends zien. Lucas hoofdstuk 8. Vanaf vers 26. Het verhaal gaat net het tegenovergestelde. Lucas 8 vers 26. En zij voeren naar het land der Gerazenen, dat tegenover Galilea ligt. Toen hij aan land gegaan was, kwam hem een man uit de stad tegemoet die door boze geesten bezeten was. Wordt meteen in het meervoud geplaatst. In Marcus werd de eerste opmerking het enkelvoud geplaatst. Hier in het meervoud.
En sinds lang had hij geen mantel meer aan en woonde niet in een huis, maar in de graven. Het is interessant, het had een gevolg op de kleding. Sommige gebonden, bezeten mensen, dat zie je vaak, je kunt zien de manier waarop zich met kleding omgaan. Kan een indicatie zijn. Kan. Vers 28. Toen hij, nu Jezus zag, stiet hij een kreet uit en viel, en hij viel aan zijn voeten. Dat zou dus de persoon kunnen zijn. Maar ik denk dat het inderdaad de leider is. En sprak met luide stem, wat hebt gij met mij te maken? De openingsopmerking is vele boze geesten. En als het spreekt, wat zegt het? Wat hebt gij met mij te maken? Jezus, zoon van de Allerhoogste God, ik smeek u dat gij mij niet pijnigt, want hij gaf de onreine geest bevel van de man uit te varen. Want menigmaal had de geest hem met geweld meegesleurd om hem te bewaken. En werd hij met keten en voetboeien geboeid, maar hij brak de boeien stuk en werd door de geest naar eenzame streken gedreven. Het is inderdaad dat gebonden mensen eenzame mensen zijn. Let maar eens op. Je hoort wel eens mensen praten, zeggen, wat ik ook doe. Ik kan gewoon niet dicht bij mensen komen. Ik ben altijd eenzaam. Altijd gaat er weer wat kapot. Kan een indicatie zijn. Eenzame streken. En Jezus vroeg hem, wat is uw naam? Hij zei de legioen, want vele geesten waren in hem gevaren. En zij smeekten hem dat hij hun niet gelasten zou in de afgrond te varen. Nu werd op de berg een talrijke kudde zwijnen goed. En zij smeekten hem dat hij hun zou toestaan daarin te varen. En hij stond het hun toe en de geesten voeren uit die mensen. Zie je dat absolute samenspel tussen die ene, enkelvoud en de meervoud. Als je tot de conclusie komt, ik ga nog een voorbeeld geven in de Bijbel. Er was een leider. Een leider die daar de zaak bestuurde. Nou, uit mijn ervaring, honderden voorvallen van bevrijding, heb ik daar nog geen uitzondering op gezien. Er is een leider. Er is een hoogste in gezag, die blijkbaar in verbinding staat met zijn baas. Zijn baas kan regelrecht Lucifer zijn. De demonen noemen het altijd Lucifer. Of het kan een hogere macht zijn, doorgaans denk ik dat het direct is. En die beheerst dat hele boel. En dan komt iemand naar je toe die zegt, ik heb veel last van vrees. Nou, wat deed ik in het verleden? Ging ik alle geesten van vrees uitdrijven, dus dat was opgelost. Ja, dat was ook inderdaad opgelost, maar de rest zat er nog. En dan zit gewoon te wachten op een rustig moment dat hij weer terug kan komen. Of iemand zei, ik heb last met woede of bitterheid. Nou, dan dreven we alles van bitterheid uit. En we pakten echt wel een kader dat eruit ging. Absoluut, dat geloof ik met mijn hele hart. Maar de grote jongens. En ik heb meerdere keren meegemaakt, had ik gebeden voor iemand jaren geleden met bevrijding, een hele kabaal, en zeg je, oh fijn, vrij. En ze gaan opgelucht naar huis toe, en twee weken daarna komen ze terug, er is geen draad veranderd. Wie heb er wat meegemaakt? Heel even heb ik wat verlichting gevoeld, en daarna was het weer net zo erg als ervoor. En ik heb tegenwoordig maar één conclusie. Je hebt wel een stukje eruit gegooid. En het is de nummer 1 er alles aan gelegen om een paar lagere manschappen op te offeren en jongens, met veel kabaal eruit, hè? Zoveel mogelijk dat ze denken dat de hele boel weg is. En vaak de hoeveelheid van kabaal denken we dat daarmee dus het afgelopen is. Waar de nummer 1 blijft zitten, de hoge jongens. En op een onbewaakt moment, zwak moment, bang, is hij terug. Maar als hij de nummer 1 te pakken krijgt, met zijn hele kader, en de demonen wil het opnieuw proberen, dan moeten ze opnieuw een hele structuur gaan bouwen in zo'n leven. En dat is wat meer werk. Die structuur is over de jaren en over de generaties gebouwd in zo'n leven. En daar doe je mee. Ik ga nog een voorbeeld geven. Matteüs hoofdstuk 12. En die nummer 1, die staat blijkbaar dus onder gezag van zijn superieuren of van zijn meester Lucifer. Ik heb meerdere keren tegen demonen gezegd, wat wil je, terug naar je meester? Met een onuitgevoerde opdracht of naar de afgrond. En zonder uitzondering smeekte ze me, alsjeblieft naar de afgrond. Ik heb het één keer gedaan hier in Rotterdam, waar ik een paar mensen aan het trainen was. Ik denk dat de Heer toestond dat het gebeurde. Zeg, wat gebeurt er als jullie teruggaan naar je meester? Zeg, ik zei tegen nummer 1, wat gebeurt er als je teruggaat naar je meester en je hebt je opdracht om dit leven te vernietigen niet uitgevoerd? En ik zie het nog voor me. Was een man, pijn! Ik zie het nog voor me. Mensen die bij waren weten, pijn. Zeg, hoezo? Veel pijn! Ik zie het nog voor me. Demonen kermden. Dat heb ik meerdere keren gezien en ik denk dat het zo is. Dat ze met een onuitgevoerde opdracht bij hun meester terechtkomen. En de demonische wereld is hard.
te maken hebben met mensen die uit die kringen komen, die kunnen er iets meer van vertellen. Demonen zijn niet vriendelijk tegen elkaar. Die maken elkaar af. Dat zie je in de Bijbel. Er zijn heel veel voorbeelden van. In het Oude Testament, de vijanden keerden zich tegen elkaar. En ze maakten elkaar af. Nou, zoals demonen ook. Die nummer 1. Ik heb meerdere keren meegemaakt. Meerdere keren, echt. Dat smeekte, stuur me alsjeblieft maar naar de afgrond. Mijn meester te ontmoeten met een onuitgevoerde opdracht is erger. Nou, misschien is het wel zo, maar hoe dan ook, ga maar naar de afgrond. Dominee Van Dam die zegt daarvan, ik stuur ze altijd naar de afgrond. Ik heb als mensen gezien, meegemaakt, schrijft in een van zijn boeken, die sturen ze naar de Sinaï-woestijn. Maar dat vind ik niet eerlijk, die jongens hebben al genoeg problemen. Vond ik een leuke opmerking. Matthäus 12, vers 28. Maar indien ik door de geest Gods de boze geest uitdrijf, dan is het koninkrijk Gods over u gekomen. Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst die sterke heeft gebonden? Dan zal hij zijn huis plunderen. Wat wordt er gezegd? Er is een sterke, er is een leider, er is een hoofdman. En als je het huis wilt binnengaan om eigenlijk de huisraad te roven, het satanische werk kapot te maken, dan moet je eerst de nummer 1 hebben. Die moet je binden, daarmee moet je afrekenen. En als we volgende week gaan beginnen aan de procedure, dan zul je ook ontdekken, en ik moet zeggen, ik ben echt heel dankbaar aan Ken, die mij daar absoluut een paar sleutels gegeven heeft, hoewel ik daar hier al iets van ontdekt had hoor. Het was niet onbekend voor mij. We beginnen meteen door de nummer 1 aan te spreken. En daar heb je openbaring voor nodig. Ik geloof dat het Diana was vorige keer dat je meemaakte, dat zo opeens midden gesprek namen genoemd werden. Hè? En die nummer 1, die heeft vaak een naam. Nou, vaak, die heeft een naam, die heeft ook een titel, die heeft ook een rangorde. En die naam kun je weten door openbaring. Maar ook al zou je die niet helemaal weten door openbaring. Ik heb ook al verschillende keren gehad dat ik het niet wist. Ik heb het maar aangesproken bij wie die was. Maar eruit ga je. Eruit ga je, die nummer 1. Heel vaak merk je ook dat die nummer 1 te maken heeft met familieverbanden. En als je even gaat checken in de generaties, dan kom je vaak ook allerlei dingen tegen. Ik heb nog een paar minuten, dan heb ik echt een... heb ik al een uur en een kwartier gehad? Ja? Dan wil ik proberen een paar minuten nog te pakken, dan neem ik dit. Als we de koepel plaatsen, die baldakijn, dan is het heel frappant dat in de occulte wereld zij dat ook doen. Alleen op een satanische wijze. En ik heb thuis een video, die komt van de Belgische tv, maar we werden getipt dat die op de Belgische tv was, dus we hebben hem gekopieerd. En dan zie je een heksenbijeenkomst. Wat is het eerste wat ze doen? Een cirkel trekken rondom zich. Dat is hun veilige terrein. Een cirkel. In de vrijmetselarij kom je dat tegen, in het satanisme kom je tegen, een cirkel. En die cirkel in het satanisme is een namaak, een imitatie van de stad van God. En in die video zie je iets. Dan staan ze allemaal met hun monnikengewaden, witte gewaden, met een driehoek naar beneden toe gericht op hun gewaden. En dan roept er eentje, wachter van de Oostpoort, open de Oostpoort. En dan van die stad die ze dan gemaakt hebben, die veilige kring, wordt de Oostpoort geopend. En via die Oostpoort komen de gezanten binnen, die van hogere rangorde zijn. En vooral in ordinaties of aanstellingen of rituelen waar mensen dus toegewijd worden of priester worden, en daar gaat een van die video's over, dan wordt daar een oostpoort geopend in die rituelen, waardoor de gezanten van Lucifer, zo zeggen ze dan niet, laat de gezant binnenkomen, die komen dan met de aanstellingen van hoger af, waarin mensen dus echt toegewijd worden. Nou, in de gebedsprocedure ga je het allemaal tegenkomen, want het is een absolute imitatie van wat de Bijbel vertelt van de stad van God. En moet je nagaan hoe duister het is. In de stad van God, in het Jeruzalem, van wie is de Oostpoort? Die is van de Heer. En zelfs in het echte Jeruzalem, de Oostpoort is dicht, want alleen de Messias zal die gebruiken. En als ze in rituelen, satanische rituelen, de hogere jongens binnenroepen, doen ze dat altijd via de Oostpoort. Maar de stad van God had ook een Westpoort. En die wordt in het Nederlands heel terecht de Mestpoort genoemd. Dat was de poort van Jeruzalem die afging naar het dal Hinnon, waar al het vuil verbrand wordt. Dus als we bidden voor bevrijding, sturen we alles via de Westpoort weg. En er is geen grotere vernedering voor demonen. Ze zijn binnengekomen via de Oostpoort en ze gaan er via de Westpoort uit.
En als je dus iets weet van de vrijmetselarij in hun rituelen, oostpoorten, westpoorten, noordpoorten, zuidpoorten, je komt ze allemaal tegen. Mensen zeggen, waar haal je die onzin vandaan? Dat is geen onzin. Het wordt veelvuldig gebruikt in allerlei rituelen. Maar ook in de geestelijke wereld, want de duivel is voortdurend bezig te imiteren. En dat gaan we ook doen in de procedure. Dat vind ik altijd een heerlijk moment als ik zeg, heer, wilt u de engelengebieden die westpoorten openen? En alle rotzooi meteen de afgrond in via de poort van de grootste vernedering, de westpoort. En de enige manier waarop demonen mogen verlaten, is via de westpoort. Binnengekomen via de oostpoort, weg via de westpoort. En de oostpoort wordt toegewijd aan alleen maar de Heer Jezus. Zeg je, is dat ritueel onzin? Nee, dat is geen onzin. Dat is heel waar. Heel waar. Zo is het in de geestelijke wereld. Oké, we gaan het hierbij laten. Volgende week gaan we verder. En dan gaan we de procedure pakken.